Advent en Kerst vragen om verbeeldingskracht. Het gaat om dingen die moeten gezien worden. Beelden worden pas duidelijk als ze in het licht mogen staan. De engel, woordvoerder van het onmogelijke. Je bestaat niet, zeggen sommigen. Anderen spreken van hun engelbewaarder. Er zijn weer engelen, zeggen weer anderen. Met Kerstmis kom je weer tevoorschijn. Als knikengel, als brenger van de goede boodschap, het goede nieuws. Je zingt mooier dan de hoogste kinderstem. Je verkondigt het goede nieuws, dat de Allerhoogste geen mens vergeet. Dat de mens hem niet te min is. Na Kerstmis verdwijn je weer. Maar soms meen ik je te zien in engelen van mensen, vol liefde en tederheid. Maria, moeder met open handen. De weg die je gaat bepaal je zelf, of toch niet? God geeft je hints, suggesties, aanwijzingen om die weg te vermaken. Hij nodigt je uit, hij vraagt je volle vertrouwen. En soms maakt het je onzeker, maar de afloop is altijd goed. Of je de uitnodiging aanvaardt, bepaal je natuurlijk wel zelf. Of misschien toch niet? Jozef, durf vertrouwen. In het zwijgen ligt het antwoord, in het spreken de vraag. En luisteren de stem van vele goede dingen. De stilte spreekt de taal van het geluk. De os. Zijn voerbak wordt een wieg. En natuurlijk ook de ezel. De trouwe maatje onderweg. Achteraf staan jullie op je eigen plek in de stal. Met jullie adem zullen jullie het kind, de moeder en de vader verwarmen. Jullie vertegenwoordigen heel de dierenwereld. Want ook zij zien uit naar een nieuwe tijd. Een tijd van niet meer bedreigd worden, niet meer worden uitgeroeid omwille van het gewin. Ook jullie wachten op de tijd waarin olifanten niet meer worden opgejaagd voor het ivoor en in de straten niemand meer loopt met bont. Heel de schepping, mens, dier, natuur, lucht en aarde zal deel krijgen aan het nieuwe licht. De herders en hun schapen. En ook drie wijzen onderweg. Ergens ligt een land op jou te wachten. En de weg erheen is nog niet gebaand. Trek er dus op uit. Ga samen deze weg en maak in dit land een ander samenleven mogelijk. Neem niet te veel mee. Laat alles achter wat je vervreemdt van jezelf, van elkaar, van het leven.
Alleen jezelf. De mens die je bent met je grenzen en je talenten, met je hart en je handen, met je vriendschap en je goede wil, heb je nodig om deze weg te gaan. Dit land is van jou. Dit leven heb je zelf in handen. De kans is je gegeven om het uit te bouwen tot rijk van God op aarde. En als je terugkeert, vertel dan hoe het was in dit land. Ga dan maar en keer terug met vrede.